Welkom bij de Magische Momenten podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en vandaag heb ik een meditatie voor je die ik maak op verzoek van Lisa. Lisa die stuurde me een DM op Instagram waarin ze vroeg of ik een meditatie kon maken waarin je ontdekt hoe je moeilijke gevoelens van jezelf die je eigenlijk niet toe wil laten, niet wil voelen, hoe je die kan omarmen en daardoor meer van jezelf kan houden en jezelf kan accepteren precies zoals je bent. Ik vond dat een hele mooie suggestie voor een meditatie. Lisa noemde bijvoorbeeld jaloezie als gevoel wat je liever wil verbloemen of weg wil drukken. Zo kun je ook denken aan andere gevoelens, zoals een oordeel over jezelf ten opzichte van luiheid of een oordeel over boosheid of frustratie, irritatie. Dus doe deze meditatie met me mee en kijk welk gevoel er voor jou is waar je mee zou willen werken. Dus een gevoel wat je liever niet voelt, dat je zou willen wegdrukken of verbloemen. Je kan deze meditatie zittend of liggend doen, dus zoek een fijne positie op en sluit rustig je ogen. Breng je aandacht naar jezelf, zoals je hier zit of ligt. Neem maar waar hoe het is om zo met je aandacht helemaal bij jezelf te zijn. En dit moment te nemen voor jezelf. Gedachten die mogen er gewoon zijn. Je kiest ervoor om daar nu niet in mee te gaan, maar die rustig voorbij te laten drijven. Je brengt je aandacht telkens terug naar je lichaam, de sensaties in je lichaam en je ademhaling. Dan voel je dat spanning langzaam van je afglijdt, de ervaringen en indrukken van de dag langzaam van je afglijden. En je steeds meer bewust wordt van jezelf. Kijk of je ervan kan genieten om zo stil te zijn. Zo in rust te zijn. Voel maar hoe het is om niks te hoeven. Je bent simpelweg helemaal aanwezig bij jezelf. Kijk of je je ademhaling iets dieper kan laten gaan. Iets dieper in en iets verder uit. En voel wat dat doet. Hoe dat ontspanning brengt in je lichaam. En dan wil ik je vragen om eens stil te staan bij een gevoel of een deel van jezelf waar je liever bij weggaat of wat je liever wil negeren of mooier wil maken. Dus bijvoorbeeld jaloezie of boosheid, frustratie. Iets wat je vandaag of recent hebt gevoeld waar je je voor schaamde of vanaf wilde. Wat komt er bij je op? Neem even een moment om te zien met welk gevoel je wil werken. En sta dan eens stil bij het moment waarop je dat gevoel had. Wat voor moment was dat? Wat zag je waardoor je dat gevoel kreeg?
Wat gebeurde er? Wat werd er gezegd? Kijk naar die situatie, wat er gebeurt. Laat dat aan je voorbij trekken. Heel langzaam zie je voor je wat er gebeurde en wat dat met je deed. En in plaats van dat je dat gevoel kleiner probeert te maken of probeert te veranderen, wil ik je vragen om dat juist groter te maken. Misschien zelfs een beetje te overdrijven. Dus als je jaloezie ervaart in dat moment, of frustratie, dan maak je die jaloezie wat erger. En dan bedenk je er ook de gedachten bij die daarbij horen. Bij de frustratie maak je de frustratie groter en bedenk je daar gedachten bij die je hebt. En die maak je nog groter, of nog dramatischer. Bijna dat je zelf denkt, nou, doe eens normaal. En dat kan voor elk gevoel wat je niet prettig vindt van jezelf, wat je wil verbloemen. Dus kijk wat voor gevoel het is en overdrijf dat dan een beetje. Kijk of je open kan blijven voor de sensaties in je lichaam. Blijf ademen, zet niks vast. En zie wat er gebeurt in jou. Het zou zomaar kunnen dat er ook emoties opkomen. Dat er misschien verdriet opkomt of dat je misschien niet eens kan benoemen wat het gevoel is, maar je voelt dat het wat losmaakt in je. En kijk of je dat dan toe kan laten, daar open voor kan zijn. Wat er kan gebeuren is dat een oude realiteit waar jij mee te maken hebt gehad, als kind bijvoorbeeld, onder dat gevoel zit. En dat je dat nu gewaar wordt. Misschien zit er onder het gevoel van jaloezie bijvoorbeeld een oud gevoel van niet gezien of niet gewaardeerd worden. Misschien zit er onder het gevoel van frustratie of irritatie naar iemand toe een andere, oude ervaring die lijkt op de situatie in het heden. Je hoeft er niet heel hard over na te gaan denken, maar je creëert ruimte voor de gevoelens die nu opkomen en eventueel herinneringen, oude situaties die nu bij je opkomen. Blijf weer ademen, zet niks vast. En weet ook dat je mind hier van alles van kan denken. Maar kijk of je die gedachten gewoon kan laten voor wat ze zijn. En puur kan zien wat er opkomt en kan voelen wat dat met je doet. Je laat je
gevoelens helemaal waar zijn. Je blijft goed voelen hoe je wordt ondersteund door de ondergrond. Je voeten op de grond als je zit. Je billen op de stoel of de mat. Of je lichaam ondersteund door de ondergrond als je ligt. En mochten er emoties of oude pijn opkomen, dan mag je die ruimte geven. Dus adem, misschien komen er tranen. Kijk of je toe kan staan om op te komen. Omdat je weet dat juist in het op laten komen, het toelaten en het ontladen de heling zit. Adem naar de sensaties in je lichaam. Hou een open houding. Laat toe. En voel goed de ondergrond onder je, terwijl je alles waar laat zijn wat in je opkomt in dit moment. Neem dan nog een moment om stil te staan bij de situatie in het nu. De situatie die dit gevoel bij je triggerde. Hoe kijk je nu naar die situatie? Kun je begrijpen waar dat gevoel bij jezelf vandaan komt? En hoe kijk je nou naar de persoon of naar de situatie die dat gevoel bij je opriep? Kijk of je een verschil ziet. Dat er iets geshift is, of niet. En als er iets geshift is, voel dan wat het met je gedaan heeft om op deze manier naar jezelf en je gevoelens te kijken. En dan laat je dat allemaal weer rustig los. Breng je aandacht naar je lichaam en hoe dat hier nu zit of ligt. Je adem die in en uit je lichaam beweegt. Lekker diep in- en uitademen. Je voelt je voeten op de grond. De ondergrond die je ondersteunt. Langzaam kom je weer terug met je aandacht in de ruimte waar je nu zit of ligt. Je kan je lichaam een beetje bewegen. En weer wakker maken. Op je eigen tempo kun je je ogen openen en het licht weer binnenlaten.
om je heen kijken en weer helemaal terugkomen in dit moment en de ruimte waar je nu bent. Dan is dit het einde van deze meditatie. Een meditatie die je hopelijk inzicht heeft gegeven over hoe situaties in het hier en nu gevoelens kunnen triggeren die eigenlijk meer te maken hebben met oude ervaringen. Wat je in het nu triggert, is een weerspiegeling van een oude situatie en vooral van de manier waarop je jezelf tegen bepaalde pijnlijke gevoelens hebt proberen te beschermen. Het is niet erg dat die gevoelens er zijn, ze wijzen je de weg naar delen in jezelf die je meer aandacht mag geven en die je op die manier kan helen. Het is een heel goed idee om nu na deze meditatie wat te journalen over je ervaring, om wat te schrijven over eventueel oude ervaringen waar je bewust van bent geworden, misschien herinneringen en patronen die daarbij horen. Dat zorgt ervoor dat je dit sneller herkent en dat je minder snel in oordeel komt ten opzichte van die gevoelens. Je begrijpt jezelf beter en je kan eerder bewust worden van wat er gebeurt in het moment en het omkeren door je bewustzijn er nog dieper naartoe te brengen. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze meditatie en natuurlijk dat het je mooie inzichten heeft gegeven. Als je meer inspiratie van me wil, volg me dan op Instagram. Ik ben daar @dolly.nl. Vind het ook altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. En ik kondig daar nieuwe mooie dingen aan waar ik mee bezig ben. Als je mijn meditaties in deze podcast waardeert, dan waardeer ik een review, een recensie op de Apple Podcast app enorm. Voor nu bedankt voor het meedoen aan deze meditatie. En ik zie je heel graag weer bij een volgende meditatie in de Magische Momenten podcast.